Ik zag in jouw biografie staan dat je ooit een hitje had in Suriname, vorig jaar, als ik me niet vergis. Ja, begin vorig jaar. Ik kon het alleen nergens vinden. Heb je dat bewust weggehaald? Ik heb bewust het materiaal wat ik voorheen heb gedaan weggehaald. En dan zie je vragen waarom. Ja, waarom? De stijl die ik nu doe, dat is mijn nieuwe stijl. En dat is de stijl die ik nu heb omarmd. En de dingen die ik vorig jaar heb gedaan, daar ben ik nog steeds heel trots op en blij mee. Alleen, het is niet meer representatief voor wat ik doe. En ik wilde geen ruis. Ik wilde geen ruis in mijn nieuwe muziek van wat ik heb gedaan en wat ik nu doe. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar... Wat was dat voor muziek, als je nog heel even, als ik daar, want ik kon het niet horen, dus kun je kort een beetje beschrijven, wat was die stijl die je daar... Het was funk. Had? Het was echt heftige funk. Ja, het grappige is, het liedje is eigenlijk ontstaan uit een grap. Ik deed het live voorheen, voor deze stijl, wat ik nu doe, heb ik van alles geëxperimenteerd. Reggae, ska, pop, funk, met name ook funk. En dit nummer speelde ik altijd live. En mensen vonden het een heel leuk nummer. Nou, ik kom uit Suriname. En ik dacht van, joh, weet je wat? Dus kijken wat er gebeurt als ik een Surinaams nummer, want het is een Surinaams nummer, uitbreng in Suriname. Kijken wat er gebeurt. En ik was daar op vakantie en ik heb het nummer gebracht naar een DJ. Ja, en het grappige is, het werd meteen opgepakt. Ja, DJ vond het leuk en toen is het eigenlijk heel snel gaan rollen. De DJ's onderling wisselden het uit en het werd op de radio gedraaid. En in ene keer was het er. Dus wat ontstaan is uit een probeersel, is dat iets heel leuks gekomen. Maar waarom heb je zo besloten, als het toch leuk was, eigenlijk om het zo radicaal te verwijderen? Nou, waarom ik het heb verwijderd? Ja, waarom wilde je met een schone lei beginnen? Nu met je nieuwe stap? Omdat ik met een schone lei, net wat je zegt, ik wilde met een schone lei beginnen. En ik vond het verwarrend dat als ik nu met deze stijl eigenlijk, wat me heel erg goed past, zou uitkomen. En er zou nog wat materiaal van mij erop staan van, iets wat gewoon nu niet meer bij mij past. Kun je die stijl die je nu hebt omarmd beschrijven? De stijl die ik nu heb, dat is een stijl, de muziekstijl, een vrijage zeg ik altijd maar. Met een beetje jazz, pop, soul, Latin. Het komt allemaal voort uit invloeden die ik van huis uit heb meegekregen. Maar ook mijn eigen, de stijlen die ik vroeger heb gedaan. Alles komt samen, dat ook wel weer. Dus het is ook weer niet dat ik totaal dingen ben gaan doen wat ik voorheen niet heb gedaan. Zo is het ook weer niet. Maar waarom was nu het moment dan voor jou dat je dacht van, nou, nu is het moment daar, ik heb andere uitstapjes gehad muzikaal, om je op deze stijlen te richten? Het is niet eens zozeer bewust gegaan. Want ik ben hier tot deze stijl gekomen door het toedoen van de producer waar ik mee ben gaan werken, Tony Platt. Ook dat is uit toeval ontstaan. Ik ben steeds bezig geweest met mijn stijl te ontdekken. Ik heb voorheen, vandaar dat ik veel dingen heb gedaan, zoals wat ik zei, funk, reggae, ska. Het was een repertoire van alles, omdat ik dat heel erg leuk vind. Maar ik heb nooit datgene gevonden waarvan ik dacht, hey yes, dit past nou echt bij mij. En dat heb ik nu met mijn nieuwe stijl, met het nieuwe album heb ik dat wel. Ik was bezig met een reggae nummer. En heel toevallig zag ik, weet nog heel goed, ik zat op een zondagavond voor de buis en er was een documentaire over Bob Marley. En er waren ook mensen aan het woord die met Bob Marley hebben gewerkt en zeg maar muziek hebben gemaakt samen met hem. Waaronder een van de technici, co-producers, Tony Platt. En toen dacht ik van, wauw, met zo iemand, als je nou met zo iemand kunt werken, dat is toch helemaal te gek. En ik ben zo, als ik iets wil, dan ga ik er gewoon voor. Denk, nou ja, you never know. Dus ik heb de volgende dag gewoon gegoogeld, lang leven internet. En ik dacht, eens kijken of ik die man kan bereiken. En inderdaad, via zijn managementbureau heb ik hem een mail gestuurd. En gezegd wie ik ben. En ik heb hem verteld waar ik mee bezig ben. En of hij interesse zou hebben om te werken, om mij te helpen met het nummer. En ja, boven alle verwachting mailde hij mij diezelfde avond terug. Van, hey, hallo, Cameron, weet je, let's talk. En de volgende dag belde hij mij. En hij was zo geïntrigeerd door de demo die ik hem ook diezelfde avond moest sturen. Wat had je me gestuurd?
A Song For You. Dat staat ook op het album. Dat heb ik gestuurd, want daar struggelde ik een hele tijd met. Dat is eigenlijk een beetje een reggae song. En omdat ik dus de documentaire zag, heb ik hem dus gemaild. En ja, hij was geïntrigeerd door mijn stem, zei hij. En hij zei, let's talk. En toen is hij overgekomen binnen korte tijd naar Nederland. En toen hebben we een hele dag samen doorgebracht in de studio. En zijn we gewoon gaan praten. En de gitarist was er ook bij. Ze hebben ook nummers wat ik had geschreven zijn we gaan uitproberen. Want hij zei tegen mij, joh, als ik zo naar jou luister. En als ik hoor hoe jij je liedjes schrijft en naar je klankkleur. Dan denk ik dat je iets anders moet gaan doen dan wat jij nu doet.